Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Lieve Alexander, wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag op deze manier zou feliciteren? Voor iedereen in Nederland. Geniet van de zon! Geniet van de zon, geniet van de dag. Ja, vandaag was het dus Woningsdag. Een dag waarvan koning Willem-Alexander hoopt dat het de allerlaatste Koningsdag thuis uit de geschiedenis is. Want net als veel andere Nederlanders vierde hij zijn 53ste verjaardag in eigen huis. Als een kerstboom, al 13 jaar doe jij het commentaar op Koningsdag voor één koninginnedag voor de NOS. Dit jaar was je gewoon thuis. Ja, wat thuis. Een dag voor jou. Wat was het voor een dag? Nou ja, thuis. Ik heb gekeken naar het programma wat we gemaakt hebben van alle 6 Koningsdagen. Ja. Sinds 2014. Terwijl ik lekker aan het strijken was. Ja, daar ben je ook iets heel bijzonders. Een filmpje gegeven. Ja. Ja, ik stond te strijken en ondertussen naar ons programma te kijken. Die 6 Koningsdagen op een rij. Ja, dat was wel heel leuk om dat even te zien. Dus je stond te strijken en lekker naar jezelf te luisteren eigenlijk? Nou, vooral te kijken natuurlijk naar wat er allemaal gebeurd is in die 6 jaar. Ja, ja. Dat toevallig ook nog zelf af en toe wat zegt. Maar het was gewoon wel heel leuk om te zien. En tegelijk denk je, ja, dat is dus dit jaar helemaal niet. Maar jij gaat dus op je vrije dag, want voor jou was het dan eindelijk een vrije dag. Ga je naar 6 jaar Koningsdag kijken? Dat vind ik ook wel opvallend. Nou ja, omdat ik had het ingesproken, maar het was geen tijd geweest om het hele programma te kijken. Ja. Dus dan dacht ik, nou, is dat nu een mooi moment op de dag zelf. En dan weet ik ook weer hoe het allemaal eruit zag. Normaal zit jij in jouw commentaarhokje. Ja. Dat ziet er zo uit. Ja. En dan ben je natuurlijk al weken van tevoren bezig met die stad leren kennen. Normaal had je nu elke stoeptegel van Maastricht had je al gekend, denk ik. Ja, we gaan altijd een paar weken van tevoren gaan we de hele route lopen. We krijgen informatie van alle mensen die die dag iets gaan doen. Dus je moet eigenlijk alles weten, zodat je in ieder geval iets kunt zeggen als het nodig is. De dag ervoor zijn we er dan altijd al. Dan heb je een soort generale repetitie. Dan gaan we nog wat bijschaven. Waar gaan we? Hoe doen we het qua beeld? Ja, en dan de dag zelf heel vroeg opstaan. En dan gaat het los. En nu allemaal niets. Afgezien van het strijken en naar jezelf luisteren. Heb je nog iets gedaan vandaag? Ik heb online zitten kijken. Want ja, dat was de enige manier om het een beetje mee te krijgen. Mm-hmm. Ik ben ook nog op jacht geweest naar oranje Tom Pouze. Niet gelukt? Nee, die waren overal verkocht. Nee, maar echt niet normaal. Ja. Bij ons in het dorp was het in ieder geval zo. Iemand die tegenover de bakken woont, die zegt, ja, er stond gewoon een hele rij. En op een gegeven moment riepen ze vanuit de bakkerij, alle oranje Tom Pouze zijn op. Rijweg. Daar ben ik even voor het dorp in geweest. Ja. En verder gewoon even online gekeken. Want je had natuurlijk die stream van bijvoorbeeld het Koningshuis. Nou, laten we beginnen eventjes met de speech van de koning. Ja. Even een stukje kijken. Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken, zodat u later altijd zich zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag hebt beleefd. Ja, dat was koning Willem-Alexander. Mooie toespraak, Ali. Ik zie jou, jij glimt bijna als je Willem-Alexander ziet. Ik probeer het ook in de juiste context te zien. En als je nou gewoon even uitzoomt van het kikkerlandje en dan de rest van de wereld bekijkt. Gewoon, heel de wereld staat in brand en wij ook. We balen net als de rest van de wereld, maar we presteren het toch. Ze zeggen, onder druk zie je iemands ware aard. En dit is onze ware aard. Wat er ook aan de hand is, we maken ook hier weer het beste van. Ja. En ik weet nog dat die mensen in Italië zo op het balkonnetje aan het zingen waren. En dat ging viraal. Moet je voorstellen dat als ze nu in Spanje of in Italië of een ander land waar ze een hekel aan ons hebben. Kijken naar hoe wij omgaan met onze lockdown. Intelligent of niet. Ik ben er wel trots dat ik hier geboren ben. Ja? Ja. Wat eigenlijk wel leuk is dat we nu dit jaar, omdat het dus een woningsdag was, hè, we waren allemaal binnen, we zagen ineens eigenlijk heel veel van het gezinsleven van onze koning.
Nou ja, in ieder geval wat ze ons wilden laten zien, hè? Ja, ja. Inderdaad. Nee, maar tuurlijk, je zag ze bezig ook met elkaar. Ja. Dat was natuurlijk heel leuk. Alexia en Maxima, die samen op een gegeven moment een vraag gingen beantwoorden. Ja. Die duidelijk, die was niet geoefend of zo. Nee, Maxima zei het zelfs, hè? Ja, ze had niet gescript. Ja, toen dacht ik wel, dus de rest wordt blijkbaar wel gescript. Of is dat fout gedaan? Nou, ik denk dat ze vooral even duidelijk wilde maken. Het was zo'n positief antwoord natuurlijk van Alexia. Ja. Dat ze zoiets had van, moet even duidelijk zijn dat we dat niet hebben ingestoken. Laten we even kijken naar Maxima en Alexia. Ik vind mijn ouders echt best een goede... Ja, hele goede ouders. Ja. Maar ze zijn niet... Bravo! Kijk, ik weet ja soms... Dit was niet scripted! Dit was niet scripted, nee. Kijk, soms is het natuurlijk wel een beetje stress. Maar ik denk dat er bij elke ouder... dat ze dan wel soms betere dagen hebben en soms slechtere dagen. Maar over het algemeen... Het is wel gezellig. Is het altijd wel gezellig. Ah, we kunnen heel goed met elkaar lachen. Nou ja, Koningsdag is natuurlijk de dag dat je de koninklijke familie ziet. Ja. Op een wat andere manier. Het is de dag van verbondenheid, wat Ali al zegt. Hè, met z'n allen iets doen. En hier, je krijgt een beeld van die prinsessen bijvoorbeeld, wat je door het jaar heen niet krijgt. Ze worden heel erg beschermd. Maar op die Koningsdagen zien we ze in de loop der jaren nu al iedere keer wat meer. Vorig jaar Amalia met haar, die interviews, die viel ook al op. Dat is ook de moeder flink tegensprak. De moeder die er ook lekker tussendoor zat. Ik wou ook net hier zeggen, weer. Die moeder die bemoeit zich wel met die hier. Ja, nou, maar het zijn gewone mensen. Dat is dan ook weer. Ja. Maar, ze hebben het op deze manier ingevuld dat we ook vandaag weer een beetje een beeld van hun persoonlijk krijgen. Daar maar is Koningsdag ook een beetje voor. Ja, denk jij niet, Astrid, dat de koninklijke familie thuis zat en dacht... Yes, stiekem. Nee. Geen koekappen, geen wc-potten gooien. Lekker met het gezin onder elkaar. Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Alleen maar even laten zien wat je wil laten zien. Ik heb in ieder geval al die koningsdagen en koninginnendagen niet het idee dat ze daar met tegenzin rondlopen. Nee. Plus, ik denk dat ze best hard gewerkt hebben vandaag. Ze hebben natuurlijk heel veel gedaan. Maar... Ja, ze hadden het hartstikke druk. Ja. Nou ja, ze hadden het in ieder geval precies zelf in de hand, hè, wat ze lieten zien. Dat is wel fijn. Ik bedoel, voor je het weet krijg je buiten zo'n wc-pot in je hand geduwd. Dat kon nu niet gebeuren. Nee, die wc-pot is achterwege gebleven. Die is al een tijdje terug, hè? Ja. Die is best lang geleden. Ja, weet ik. Maar goed, we weten nu wel dat ze bijvoorbeeld fantastisch behang hebben daar binnen. Moet je kijken, zeg. Dat is toch mooi? Ja, dat is een van de beroemde kamers inmiddels in Huis ten Bosch. Hè? Helemaal opgeknapt. Ja, mooi. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat we weer een leuke beeld kregen van Huis ten Bosch. Ja, vind ik altijd leuk. Best veel geld gekost. Prins Floris, die was er ook nog... daar krijgen we wafelons geld, wil je zeggen. Ja, precies. Prins Floris, normaal ook altijd van de partij op Koningsdag. Ja, de jongste zoon van Margriet. Ja, die stond thuis plaatjes te draaien. Ja, die was dat aan een DJ. Hij stond goed bij, toch? Ja, laat me even kijken. Misschien dat Ali... Op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, maar dit is Pieter Christian. Ja. Oh, ja. Ze hebben allebei dat is de ene, dat is de ene jongste zoon van Margriet. Ja, ze hebben het allebei gedaan, blijkbaar. Beter in dan wij, Nou ja, gelukkig. Ik zou zeggen, als de rollen omgedraaid waren, had ik een probleem. Ja. 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 Nee, dit is Pieter Christian. Oké. Okay. Wat vind je hiervan? Want het heeft ook iets... Nou, hoe zal ik het voorzichtig zeggen? Pijnlijks, een klein beetje. Vind je niet? Of ben ik de enige die dat... Ja, ik zie deze dus voor het eerst, moet ik eerlijk zeggen. Ik had zijn broer gezien. Want die was op de stream van de Koningsdag thuis. Ja. Nou, dat zag er leuk uit. Ja. Ik zat nou vooral om heel erg naar het gezicht te kijken. Wat vind je, daar ben ik echt benieuwd naar. Ja. Pijnlijkste is voor mij dat wij volgens mij gewoon het verkeerde fragmentje hebben nu. Dat is heel pijnlijk. We hadden eigenlijk verwacht dat iemand stond te feesten. Weet je wat ik wel een heel leuk moment vond trouwens? Het nationale proostmoment. Er was een soort van nationale toast ineens. Vond je niet, daar zat ik echt wel klaar voor. Glaasje champagne erbij. Je had het glaasje in je hand? Nou, vond je niet, dan vond ik eigenlijk wel leuk. Dat we in één keer zo'n moment hadden dat de koning eigenlijk zei... dat we met z'n allen, het hele land staat echt met een glas naar voren. Laten we heel even naar kijken. Dat vond ik nou een leuk moment. Ja. Ik wil vooral ook een toast uitbrengen bij deze. Op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt. Dank jullie wat jullie doen. Toast. Ja. Proost. En een hele fijne Koningsdag verder nog voor iedereen in Nederland. Geniet van de zon. Geniet van de zon, geniet van de dag.
Kijk, wat we ook gaan doen met die Koningsdag, dit is wat mij betreft een blijvertje. Om 4 uur met z'n allen proosten. Om 4 uur even met z'n allen het glas heffen. Ik ben altijd voor proosten. Ja, toch, ja. Ik ook. Ja. Ik hoop wel dat hij dan volgend jaar niet in de Ramadan valt. Dat we ook een beetje mee kunnen doen. hoe doet de koning het in deze crisis, Astrid? Nou ja, wat je ziet is dat hij natuurlijk heel erg die rol van verbondenheid, steun geven, troost geven. Mm. Op zo'n moment moet je er als koning staan. Hè, dat zie je bij rampen, de MH17 of de Bijlmerramp. Dat is eigenlijk wat hij überhaupt moet doen, toch? Dat is het. Nou ja, maar dat is een van de momenten dat de rol van het staatshoofd is troost bieden, steun bieden. En ze vullen dat natuurlijk heel erg in nu door heel erg te laten zien hoe ze door het land gaan om met mensen te praten die met die coronacrisis te maken hebben. Door met ze te bellen. Normaal hebben ze ook heel veel werkbezoeken. Dat zien we niet altijd. Nu zien we ze bijna allemaal. En hoe doet hij het? Van een manier. Hoe beoordeel je het? Volgens mij pakt hij die rol. Maar dit is ook echt de core business wel van het Koningshuis. Mm-hmm. Dus als hij die rol nu niet zou pakken, dan had hij een probleem. Ja. Maar hij heeft natuurlijk al veel eerder laten zien dat hij dat ook kan. MH17, daar waren mensen ook van onder de indruk hoe zij daarmee om zijn gegaan. Ja. En waarderingscijfers zijn heel goed, hè? 7,7. Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk meteen terug. Dat mensen blijkbaar waarderen dat ze die rol pakken. En Maxima een 8, maar dat heeft ze geloof ik altijd. Maar Maxima is altijd net wat populairder dan haar man, ja. Ah, 7,7, dan kun je mee thuiskomen, toch? Ja, ik was op school heel tevreden, hoor. Nou, en hij ook, denk ik. Ja. Ali, hoe was jouw Koningsdag? Mooie dag gehad? Ja, ik vond het een mooie dag. Het is sowieso heerlijk weer de laatste tijd. De lucht is prachtig blauw. En dan zie je toch, ja, zo vandaag de prinsen draaien. En de koning die dan toch met zijn baard mensen tegemoet komt. Ja. Dat vind ik gewoon heel mooi. Ik heb zelf opgetreden met 50 andere artiesten. In bijna 70 plaatsen voor bejaardentehuizen, mini-concertjes. Ja. En ik moet wel zeggen, dat deed ik met heel veel hulp van vrijwilligers, van de Vriendenloterij, AMBO. Ik vergeet altijd iemand op te noemen, op een of andere manier. Mm. Maar ja, dit soort beelden. Ja, laten we even gaan kijken. Anderhalve meter, anderhalve, ik zeg anderhalve meter. Alles lijkt net zo mee, ik zie je bent alleen, en ik ben ook alleen. Watching the ships are rolling. Ja, ik denk dat dit heel goed is voor de artiesten ook, om weer even mee te maken. We staan elk jaar voor duizenden mensen. Dat is best wel mooie namen die je allemaal ziet. Ja, grote namen. Guus Meeuwis ook bij u in Tilburg. Mm-hmm. Gerrit Joling ergens anders. Maar we staan eigenlijk hetzelfde liedje af te spelen, letterlijk en figuurlijk. En nu krijgen we er niks voor, een Tom Poes. Ja, zoals ik zei, ik heb daar nu ook niks aan. Maar de waardering van deze groep mensen, die dus daar niet naar buiten, niet mag wandelen. Ja. Ja, dat is ontroerend. Heb je iets gehoord, bijvoorbeeld van Ronnie Flex, wat hij ervan vond? Ja, nou echt iedereen heeft echt over dat het een van de leukste dingen die ze hebben gedaan in hun carrière. Want we zijn niet gek. Die mensen die weten volgens mij niet wie Ronnie Flex is. Nee. Maar ze staan wel met hun mobiele telefoontjes, waar ze net hebben leren facetimen, met hun kleinkinderen van kijk wie hier is. Dat vertelt hij mij. Dat is toch te gek? En die kleinkinderen worden helemaal gek. Ronnie is bij oma. Hoe ging het eigenlijk met die 1,5 meter afstand houden? Dat doen ze heel goed. De 1,5 meter samenleving is daar goed omarmd, moet ik je vertellen. Ja? Bij die bejaarden te hebben. Maar lukte het jou ook een beetje? Jij bent een knuffelige man, Ali. Nou, dat was wel even moeilijk, want ik dat weten die ouderen ook. En die zeiden, precies deze drie vrouwtjes die hier zitten, ik kwam net aan. En die zeiden ze, ik zou je zo graag willen knuffelen. En ik heb afgesproken dat als het voorbij is, dat ik bij ze terugkom om een echte knuffel aan ze te geven. Ja. Dus ja. Dus super lief. Maar ook gewoon een vrouw
die zie je nu even niet, die is een beetje hier rechts. Die was dan wel beneden, maar haar man kon niet naar beneden, want die was gevallen en die zit dan binnen. Doe je een videoboodschapje voor inspreken. Ja, ik ga super lekker in een hele slechte tijd. Ik kan hier echt heel erg van genieten. En je hebt nog wat anders moois gedaan, Ali. Je hebt Prins Constantijn toegesproken via een filmpje. Waarom, wat heb jij met Prins Constantijn? Prins Constantijn is ja, toch wel de start-up koning. Hij adviseert heel veel jonge ondernemers. Echt, ik vind hem echt een heel mooie persoon, een heel slimme gast. Ja. En in die zin heb ik contact met hem. Als ik een onderneming heb of voor een groepje slimme mensen uit het land, dan vraag ik hem om advies. En jullie hebben elkaar als 06? Ja, we hebben elkaar als 06. Dus ja. Ik had een filmpje voor hem ingesproken. Met, ja. Tenminste, wat Wilhelm is gezongen. We liepen vast bij het tweede couplet. En dan schaalt hij even een hulplijn in. Ja, dan stuur ik even naar toe en dan stuurt hij dit. Even kijken. Ja. Constantijn, knappe prins dat je bent. Ik ben hier met de allermooiste ouderen van heel Nederland. Laat je even horen voor de prins. Yeah. Wilhelmus van Aas, ben ik van Duitse bloed. Oké, okay, toen hadden jullie een beetje moeite met het tweede couplet. Ja, ja, ja. En de hulplijn werd ingeschakeld en toen kwam er het couplet kwam binnen. 5 minuten later, ja. Dank je, Ali, voor een mooie groet. Hierbij dan het zesde couplet. Als we de tweede niet kennen, dan misschien het zesde couplet. Mijn schild en de betrouwen zijt u, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Opdat ik vroom mag blijven, uw dienaar taller stond. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Ja, ja. Dat is wel een filmpje. Ja. Ik zeg maar, stel je eens voor dat de echte koning van in Spanje het nu bijvoorbeeld dit zou doen. Dan besef je hoe bijzonder het is dat wij gewoon in Nederland ja, toch een beetje gek genoeg zijn om dit soort leuke dingen te doen. Ja, ja. Mooi beeld. Mooi. Frank Pauw, politiechef te Amsterdam. Hoe was de dag in Amsterdam? Hoe was de sfeer? Nou, ik denk dat we terug kunnen kijken op een heel goed verlopen Koningsdag. Mm-hmm. We waren toch ja, wel bezorgd over het feit dat de historie van Amsterdam met Koningsdag, dat toch mensen zouden denken, we gaan toch dat feest vieren, we gaan het toch op een andere manier doen. Ja. En toch met grotere getalen, maar ik denk dat ik een compliment moet geven aan alle mensen. Het zijn vooral de Amsterdammers die hier natuurlijk vandaag waren. Ja. Dat ja, eigenlijk over het geheel genomen er heel goed geluisterd is naar de adviezen. Uiteraard hebben we in sommige parken wel degelijk op een gegeven moment hebben we ja, wat moeten reguleren. Als ik er zo op terugkijk, dan denk ik dat we met wat we misschien wel verwacht hadden, dat we een hele goede Koningsdag hebben met mensen die toch een mooie dag hebben gehad met alle beperkingen. Ja, had u anders verwacht? Nou ja, we hebben natuurlijk wel de scenario's. Kijk, Amsterdam heeft natuurlijk de historie dat er, ja, wat is het, tussen 500.000 en 1 miljoen mensen hier naartoe komen. Mm-hmm. Prachtig weer. Vandaag het mooiste weer sinds jaren. En daarnaast zie je ook nog een keer dat er ja, een soort perspectief is geschetst dat het wat met het regime van de lockdown iets losser gaat worden. Mm-hmm. Ja, daar kunnen mensen op anticiperen. Dus we hadden er wel rekening mee gehouden dat toch meer mensen zouden komen. En dan de combinatie met dit weer. En als je dan toch, ik ben vanmiddag in Amsterdam geweest, ben ook ja, in de parken geweest. Ja, we hebben hier en daar natuurlijk wel gewoon moeten reguleren, wat ik net al zei. Maar over het geheel genomen, als ik de collega's ook sprak, dat het echt gewoon, het is de Noordermarkt, denk ik. Ja. Nou, ja, daar op een gegeven moment zaten mensen wat te dicht ja, bij elkaar. En toen is ze vriendelijk verzocht om uit elkaar te gaan. Ja. En dat gebeurde ook. Ja, maar dat is in meerdere parken is dat gebeurd. En dan zie je ook dat mensen ook luisteren. Dat ze ook de redelijkheid er wel degelijk ook van inzien. Dat je het ook iets vanuit solidariteit doet. Nou, dus het Vondelpark. Ja. Even wat beelden van het Vondelpark. Daar hebben we geloof ik ook geluid van, meen ik. En dan zit ook in de hoofdstad Koningsdag er bijna op. Voorkom dat het Vondelpark gesloten wordt. Hou je aan de regels. En als het kan, ga naar huis. En hoefde de politie maar op enkele plekken op te treden. Zoals in het Vondelpark, waar het vanmiddag wel te druk werd. Ja. En dan krijg je voor samenscholing staat de boete van €390. Dat zijn geen grappen, serieuze bedragen. Zijn er veel boetes uitgeschreven? Vandaag in totaal zijn er maar 20 boetes uitgeschreven. Maar 20? Ja. Dat vind ik echt verbazingwekkend weinig. Ja. Ja. Ik liep hier naartoe door het Westerpark. Vanaf de parkeergarage. Dat is een wandelingetje van 1 minuut of 6.
stamvol afgeladen, Westerpark. Had je wat Boeders uit willen schrijven? Ja. Nee, maar daar had ik er wel 20 kunnen uitschrijven, ja. Op een klein stukje. Ja, maar het is toch een beetje de kunst, vind ik, om als nationale politie, maar zeker ook als politie van Amsterdam en van de eenheid Amsterdam, om te zorgen dat je wel degelijk gewoon in contact blijft met diezelfde burgers, dat je wel degelijk die bonnen ook schrijft als het moet. Hè. We hebben er in de afgelopen periode van die intelligente lockdown bijna zo'n 700 geschreven. Dus we verbaliseren heus wel. Maar je moet ervoor waken dat je zometeen als politie niet tegenover die burgers die toch al zo lijden, daar tegenover komt te staan. En ik denk dat we dat op het ogenblik er heel goed in slagen. Maar goed, u heeft natuurlijk wel een oogje toegeknepen. Want als u er maar 20 heeft uitgeschreven terwijl elk park in Amsterdam was afgeladen, Dan bent u wel heel coulant geweest. Nou, je moet er ook een beetje doorheen kijken. Er was net een aanrijding gebeurd hier toen ik hier aankwam. Ik heb met die collega's gesproken die hier vandaag aan het werk zijn geweest. En die zeiden, kijk, als je aan de voorkant van het park staat, dan lijkt het helemaal bomvol op elkaar. Maar loop je erin, zit er wel degelijk gewoon meer ruimte tussen. Ja, ik ben er doorheen gelopen, hoor. Maar... Ja, nou ja, goed. Netjes opgelost vandaag. Nou ja, wat we ook doen is dat we, als het dicht op elkaar komt, dat we dan of inderdaad gaan reguleren. En als mensen dan nog niet willen luisteren, dan wordt er geschreven. Reguleren is vragen of mensen uit elkaar willen gaan. Nou, of uit elkaar, of inderdaad wat je gewoon zorgt dat er geen mensen meer bijkomen. Het Vondelpark zijn een paar ingangen, worden er eigenlijk gewoon afgesloten. Ja. Noemt u eens wat cijfers dan? Want hoeveel agenten waren er vandaag op de been in Amsterdam? Nou, naast de reguliere bezetting die we hebben, hebben we zo'n 150 extra agenten. Hebben we vandaag. En hoeveel is dat bij een normale Koningsdag? Ja, dan heb je over een veelvoud. Dan zit je tussen de 600 en 700. Zoveel. Ja. Ik heb begrepen dat u vandaag zelf... U was in Burger, hè? Je ziet die nou in een mooie uniform. Maar u was in Burger op de fiets door de stad. Ja, kijk, wat ik doe, normaal gesproken ben ik altijd wel in uniform. Maar als je nou snel door de stad wil bewegen, dan moet je dat niet in uniform doen. Want dan kun je je kunt wat beter kijken wat er gebeurt. Dus dat is eigenlijk een van de weinige uitzonderingen. En oud en nieuw doe ik dat. Ja. Omdat je dan wat meer kunt... Kijk, hier zien we wat beelden. Hier zie je dan hoe leeg het vandaag was. Ja. En toen u dan op de fiets door Amsterdam fietste vandaag, hè, en u zag hoe leeg het was, Koningsdag, wat dacht u toen? Ja, dat wat iedereen natuurlijk de afgelopen dagen van Amsterdam vindt, dat het er surrealistisch uitziet. En dan moet ik er wel bij zeggen, als je buiten het centrum is echt heel raar, hè, want hier wordt het normaal bevolkt natuurlijk door de toeristen. Ja. Maar als je buiten het echte centrum komt, dan wordt het wel drukker. Maar ik reed vandaag door de Kinkerstraat. Die was stiller dan ooit. Nou ja, dit is vanochtend geschoten door ons zelf, geloof ik. Ja. Ik fietste van de week over de Dam. En er waren twee meisjes aan het badmintonnen. Ja. Daar heb ik maar even foto van gemaakt. Ja. Ja. En er stond één man te demonstreren voor de Molukken. Eentje voor Israël, eentje voor Palestina. Alle ruimte natuurlijk. Ja. Geen publiek ook verder, maar eindelijk hadden ze een podium. Ja. Dat zijn wel dingen waar ik toch ook stiekem ook een beetje van geniet eigenlijk. Nou, dat moet je denk ik ook doen. Het zijn natuurlijk hele zware tijden voor iedereen in deze maatschappij. Maar je ziet, als je er een doorheen wil kijken, zie je ook op het ogenblik wel mooie dingen. En ik hoor ook bijvoorbeeld van wijkagenten van mij dat ze ook wel degelijk aangeven dat er ook wel weer nieuwe contacten ontstaan en nieuwe vormen van solidariteit. Ja, mensen die elkaar helpen. In wijken die, ja, en ook met moeilijke groepen met jongeren. Mm. Wat echt ook alweer een... Het is de kunst en de hoop om het vast te houden. Maar toch zien we ook dingen die niet heel erg getuigen van solidariteit. Integendeel. De BOA's bijvoorbeeld. Hè. De BOA's zeggen van, ja, de politie zegt van, we zijn goed in staat om de coronamaatregelen te handhaven. Maar de BOA-bond zegt, nou, dat valt wel tegen. Het is op bepaalde plekken veel te druk om te handhaven. En wij vinden dat er veel meer beboet zou moeten worden. Er zijn de BOA's en de politie toch niet met elkaar eens daar? Nou, ik denk dat het genuanceerder ligt. Wij hebben hier in Amsterdam, trouwens in heel Nederland, is gewoon de keuze gemaakt om eerst te waarschuwen, daarna de BOA's en naar toe te laten gaan. En dan de politie in die volgorde. Voor het beeld van over beboeten en niet beboeten. Over heel Nederland is vandaag zijn er zo'n 700 boetes uitgeschreven. Wat ik net al aangeef, ik denk dat die strategie gewoon heel goed werkt. Omdat we zometeen aan het einde van die coronacrisis niet moeten hebben dat de helden, en dat zijn ze terecht, de mensen in de zorg zijn, en dat de politie en de BOA's hier de boemannen zijn, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat we daar heel redelijk in slagen. Ja, maar die BOA's, daar hoor je toch andere geluiden van. Die zeggen, nou, de agressie tegen ons is enorm toegenomen. En daar zegt die BOA-bond ook, wij zouden ons heel graag willen verdedigen. We willen graag wapenstokken, we willen graag een pepperspray. Maar onder andere de politie wil dat niet.
Ja, maar dat, nou komen we in een discussie uit. Dat klinkt een beetje flauw. Die ligt op het ogenblik bij de minister. En die is ook al. Die discussie die loopt al overigens al van voor de coronatijd. Ja. Kijk, het enige wat ik kan aangeven is dat er. Zeker in de afgelopen periode nog nooit zoveel politie op straat is geweest als nu. Dus als je nu opvolgingen wil hebben, dan is dit de tijd, denk ik, voor een boa. Maar ook als straatrover, als je nu gepakt wil worden, moet je nu een straatroof plegen. Ja. Ja, maar waarom, u wilt er niks over zeggen? Waarom wilt u niet dat zij geen wapenstok krijgen? Dit is een element, ik heb dat al eerder aangegeven. Dit ligt op het ogenblik bij de minister om daarover te beslissen. Ja. Ik sta zeer sympathiek. Het zijn ook directe collega's van de politie, ook van de politie Amsterdam. Maar dit is een discussie die ligt op het ogenblik bij de minister. Hoe gaat het eigenlijk verder met de criminaliteit in de stad? Ik heb het idee dat het historisch laag is. Is dat ook. Het is veiliger dan ooit als het gaat om de aangiftecriminaliteit. Dus woninginbraken gehalveerd, overvallen, fors terug. Noem het allemaal maar op. In die zin is de aangiftecriminaliteit. Je moet ook wel erg dom zijn of een heel groot hart hebben om nu een inbraak te plegen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen thuis. Ja iedereen. Ja, en hoe gaat het dan bijvoorbeeld met de drugscriminaliteit? Is dat ook afgenomen? Daar zie je wel een paar segmenten in. Kijk, we moeten natuurlijk ervan uitgaan dat de grote partijen gaan gewoon door. Die zijn ook vaak al ingescheept. Daar liggen de afspraken al met de zware criminelen onderling. Dus die komen echt nog wel deze kant uit. Ik denk dat het dealen aan huis, dat ook gewoon doorgaat. Mijn collega's geven me ook aan dat ze gewoon dat soort dealers nog steeds wel ook in beeld hebben. Ja. Wat wel op het ogenblik opgedroogd is, en daar hoef je natuurlijk niet zo heel veel, niet zo heel lang over na te denken, dat gewoon de markt die normaal zit die begint op vrijdagavond en in het uitgaanscircuit en in de events zit. Festivals. Ja, die is helemaal opgedroogd. Ja. En dat is inderdaad wel een segment wat je nu gewoon mist. Alleen ik ben bang en ik denk iedereen met mij dat net als Hoekstra... dat de echte criminelen ook diepe zakken hebben. Ja. Maar heeft u politiecapaciteit over die zich normaal daarmee bezighoudt... met die drugscriminaliteit, die u nu kunt inzetten op andere zaken? Nee, de mensen die bij ons in de zware criminaliteit werkzaam zijn... die zitten daar nog steeds in. En de mensen die op de liquidaties werken, et cetera... daar is natuurlijk gewoon, zeker in een eenheid als Amsterdam... gewoon heel fors werk te doen. Mm. Wat je wel gewoon ziet, is dat wij... daarom zei ik net ook al, heel veel capaciteit hebben ten opzichte van bijvoorbeeld toch een paar maanden geleden. Omdat de opleidingen liggen stil. Mensen gaan niet met verlof op het ogenblik. Je ziet dat het ziekteverzuim waar we scenario's hadden die misschien wel op zouden lopen tot in de richting van 25% op het ogenblik eerder weer teruglopen. Dus je ziet gewoon als het gaat om blauw, om recherche, anders dan dat je normaal hebt, dat we daar heel fors capaciteit hebben. Meneer Weterings, hoe gaat het eigenlijk in Tilburg? Want Tilburg is ook een stad, wordt ook veel wiet verhandeld. Veel last ook van ecstasyhandel vaak, hè, illegale dumpingen en zo. Is dat ook allemaal veel minder nu? Nou, minder. Ik maak me geen illusie dat die handel en die productie... zowel voor de softdrugs als voor de harddrugs zoveel minder is geworden. Ik kan me wel voorstellen dat het verhandelen, de in- en export... wat last heeft van het feit dat grenzen dichter zijn beter bewaakt worden. En dan ben ik het met Frank eens van... die criminelen hebben ook diepe zakken, misschien wel dieper als de overheid. Die kunnen het ook een tijdje uitzingen. Ja, het zal zo zijn dat er inderdaad... er is geen handel meer rondom de horeca, ook niet in Tilburg. Ik las van het weekend ook in de Volkskrant een artikel... over de toename van de softdrugsgebruik in het weekend... en de handel, de verkoop in de coffeeshops. Nou, we hebben het allemaal gezien. Toen het kabinet aankondigde dat de horeca dicht moest... het enige waar de rijen ontstonden in de steden waren bij de coffeeshops. Ja, lange rijen en dan weer op straat. Gelukkig binnen een dag het besluit in ieder geval ook teruggedraaid worden. Daar moet in ieder geval ook het afhalen kunnen plaatsvinden. Want anders hadden we een ander probleem gehad. En we moeten ons ook wel zorgen maken over de toename van het softdrugsgebruik... en ook het harddrugsgebruik, gewoon in de privésfeer. Dat zal voor een deel gewoon verplaatst zijn. Want als het niet in de horeca gebruikt kan worden of waar dan ook... dan wordt het wel thuis gebruikt. Daar maak ik me geen illusie over. Mensen die gewoon thuis drugs bestellen? Ik denk dat dat zo is, ja. Niet te vroeg juichen wat dat betreft.
Nee, en er zijn andere redenen om fors te blijven ingrijpen op alles wat er rondom drugshandel en drugsproductie gebeurt in het land. Want daar hebben we ook een sterke economische sector van gemaakt. Maar dat is eigenlijk doordat we te lang als overheid er niet hebben ingegrepen. En dat moeten we doen. En dat moeten we ook na het coronatijdperk weer gaan doen. Dat het nu er ook in de aanpak wat andere prioriteitsstelling krijgt, kan ik me alles bij voorstellen. Hm. Maar geen enkele reden om er niet mee door te gaan. Ja. En laten we dat ook maar even vaststellen. Het kabinet heeft ook in deze tijd van moeilijke financiële besluiten, enorme toename van het begrotingstekort. Maar wel heeft de minister Grapperhaus extra geld voor de aanpak van ondermijning de voorjaarsnota weten op te krijgen. Goed dat het kabinet die prioriteit blijft onderstrepen. Laat dat gezegd. We gaan naar een andere sector. We gaan praten over de kermissen. Want Koningsdag is voor kermisexploitanten het hoogtepunt van het jaar. Maar nu zitten ze noodgedwongen thuis. Hoe lang houden de meer dan 1100 kermisgezinnen er nog uit zonder inkomsten? Daar gaan we over praten met exploitanten Dickie van Grienswe en Joanne Buwalda. Maar laten we eerst nog even kijken naar de koning. Want die noemde jullie ook nog even in zijn toespraak. Zoals elk jaar verheugde ik me intens op beelden van grachten, pleinen, straten en kermissen. Nederland helemaal uit hun dak, uitbundig feestvierend. Een van die dagen dat, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, even niet opgaat. Voor anders zo nuchtere Nederlanders. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Dickie van Grienswe. Ja, dat ben ik. Ja, mooi dat ik...